Hoe belangrijk is internationaal doorbreken voor jou? Toen ik jong was, droomde ik dat. En ik heb uitnodiging gehad in de jaren 75, 76. Ik heb een beeld hier. Ik heb meegedaan in New York. Toen was New York in de hoogtepunt. Dat beeld kwam er een meneer naar me toe met een hoedje, all hier. En hij zei, I would like to purchase it. Hij zei, it's not for sale. What do you think about $120,000? I said, no way, I'm going to buy it. I'm going to sell it to you. Ik was vrij postig op dat moment. Ik wist niet wat $120,000 was. Maar ik wist wel wat ik ermee zou. Ik zou het verbrassen. Daar was, ik zou 5 tv kopen, 5 video, 5 auto's. En na 5 jaar had ik niks meer, want alles is kapot. Dus gelukkig heb ik het geweigerd. Maar ik was te vrijmoedig. Ik had zoveel zelfvertrouwen. Ik heb jou niet nodig. Nu zou ik allemaal hebben verkocht. Voor de helft van dat prijs. Maar als je jong bent, dan you take the challenge. En jij zit op een leeftijd, you have the challenge, grab it. Het blijft niet lang. Als je 30 voorbij bent, neem je geen enkel risico meer. Je gaat zoveel voorwaarden stellen, wat voor beroep dan ook. Ik wil verzekering, ik wil van wieg tot graf, wil ik dit hebben. Ik wil vakantiedagen. Maar als je 25 bent, it doesn't matter. Het is altijd een wens en ik werk ook ernaartoe om internationaal door te breken. Ik weet dat het een heel uitdagende klus is, maar ik heb aan een paar internationale projecten mogen participeren. En inderdaad, je maakt kennis met heel veel internationale kunstenaars. Je leert van ze, je ontdekt, kunst is altijd moeilijk in elk land. Om alleen van kunst te leven is echt een uitdaging. Maar als je internationaal echt doorbreekt, dan kom je in de grote boeken. Dan mag je naar. Ja. Nu is het heel belangrijk, op jouw leeftijd is het heel belangrijk om erkenning te hebben. Ja. En internationaal erkenning is een van de hoogste die men denkt te bereiken. Dat is inderdaad zo. Voor je kunstwerk niks uit. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.